Het Nationaal Informatieinstituut heeft gemeend u extra informatie te verschaffen als het gaat om de Algemene Ouderdagvoorziening AOV en Algemene Kinderbijslag AKB. We praten met mevrouw Gopal Rai van AOV Fonds, die ons alles vertelt hierover, en de heer Atom Pai van AKB, die ook zijn zegje doet. Dus ten aanzien van het proces, het verloop is dat de mensen, onze senioren burgers, eigenlijk in de gebieden, onze groepen, zelf daar naartoe gaan, naar de dorpen. En op deze manier onze senioren burgers dan uitbetalen in een bepaald gebied. Dus het is een missie van 3 weken. En binnen die 3 weken hebben we dan de gebieden aangedaan. Natuurlijk heb je een paar, 1 tot 2 dagen een korte pauze van 2 dagen om dan bepaalde gebieden waar ze dan nog vertoeven op de terugweg nog een nabetalingsperiode in te lassen. De nabetalingsperiode houdt namelijk in dat de AOV'ers die de betaling gemist hebben vanwege omstandigheden, zijn alsnog hier in Paramaribo hun AOV-middelen mogen ontvangen. En dan is het wel op 11, 12 en 13 december ingepland om dan die gebieden in de nabetalingsperiode te plaatsen. Want het is ook zo, meestal zo dat een deel die waarschijnlijk daar niet aanwezig is, in de stad aanwezig is. En op basis van onze administratie weten we dan om hoeveel personen het gaat, welke personen het gaat. En wanneer de personen dan naar ons komen, wij dan op basis van onze administratie dan de uitbetaling afronden. We hebben in dit traject wel een periode van 8 maanden die we met TWK uitbetalen. Sinds het aantreden van minister Misikaba, het proces was al gaande, de uitbetaling vanwege logistieke zaken was april niet gehaald. Maar wel in juli hebben we dan onze missie voltooid, het eerste kwartaal en de 2 kwartalen. Aangezien we in augustus het eerste hebben afgerond, final, hebben we dan de 2 kwartalen samengenomen. Zoals u weet, Paramaribo rand districten en ook delen van het district Marowijne en Brokopondo zijn op de Monikata. Dus dat wordt elke maand vanzelfsprekend overgemaakt op de Monikata. En natuurlijk ook degene die bankcliënten zijn, dan is dat ook giraal. Bij deze vraag ik dan wel echt wel aan de begeleiders van onze vaders en moeders en natuurlijk ook onze vaders en moeders die het zelf kunnen ophalen of ontvangen, wel begrip om echt de 20ste te finaliseren. Want u weet, we zijn dan zitten dicht bij de kerstdagen en de bank heeft ook haar regels. Dus uw oproep is dat de mensen de datum en de tijd goed opvolgen? Helemaal. En mogen ze het gemist hebben, dan zijn we er hier om dan die uitbetaling te doen. Ja, en natuurlijk de tijden moeten ze wel in de gaten houden, want we zijn ook afhankelijk van de banktijden, openingstijden, begrijpt u? Dus de nabetaling zal niet tot 3 uur elke dag zijn, want we moeten terug naar de bank op dagbasis. Dus ik vraag echt onze vaders en moeders om dan op tijd te komen voor de nabetaling indien de betaling gemist is.